welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Julie en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Vandaag ga ik het hebben over haarproducten. Ik heb namelijk een heel mooi pakket binnengekregen en ik wil dat super graag laten zien aan jullie. Op het einde heb ik ook nog een leuke verrassing voor jullie, want ik heb nog een giveaway klaarstaan. Dus blijf zeker kijken. Dus dit is het pakket dat ik heb binnengekregen. Het zijn heel wat styling tools. Ik ga ze één voor één aan jullie laten zien. De eerste grootste doos is deze. Dit is een haardroger met een borstel. Ik ga deze even samen unboxen met jullie. Ik ben heel benieuwd. Zoals ik al kan zien op de doos ziet hij er wel heel mooi. En ja, niet gelijk alle haardrogers uit. Dus dat vind ik wel super leuk. Wat we zien aan de binnenkant. Dus iets van het merk T3. Echt super, super mooie looks van het product. Ik heb nog nooit zo'n mooie haardroger gezien. Hij is volledig wit, blinkend met dan rozegouden accentjes. Deze heeft 3 warmtestanden en je kan hem op 2 verschillende snelheden zetten. Ik ga hem eens eventjes installeren. Dus we krijgen er ook een hele mooie ronde borstel bij met dezelfde tinten als de haardroger. Dit is hoe hem eruit ziet. En dit is de haardroger. Zoals jullie kunnen zien is het echt een heel, heel mooie haardroger. En heel koud blazen, dat is super goed voor je haar ook als je op een koude stand kan blazen. Ja, hier ben ik heel blij mee. Er zit ook heel wat kracht achter. En dat vind ik wel altijd super belangrijk bij een haardroger. Dus hier ben ik heel blij mee. Bedankt. Wat ik er ook zo kei mooi aan vind, is dat de achterkant in een soort diamantvorm is. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Dus die is zo heel mooi geslepen van achter, waardoor die extra blinkt. Dus die is al helemaal blinkend. En dus nu is die nog extra mooi. Dan heb ik dus 7 verschillende tangen gekregen. Dus dit is eigenlijk de basis. En op die basis kan je allerlei opstuk zetten, klikken, zodat je telkens een ander effect gaat krijgen. Voor gewoon stijl haar, voor grote krullen, kleine krullen, losse waves, dus dat allemaal. Ik ga hem heel eventjes open doen. Voilà. Nog een beetje uitleg erbij. Dit is hoe het eruit ziet, dus dat is echt het handvat, de basis. Die gaat opwarmen. En hier onderaan zit ook nog een handschoen bij, omdat je toch met hitte gaat werken. Ik ben daar persoonlijk niet zo'n fan van die handschoenen. Maar het is wel gemakkelijk als je je niet wilt verbranden. Dan ga ik jullie één voor één laten zien welke opzetstukken ik heb gekregen. Dus het eerste is een opzetstuk voor volumieuze krullen. Het is zo met een tangetje eraan. Ik zal het even laten zien. Dus dan krijg je eigenlijk dit systeem. Met een klemmetje waar tussen je haar kan klippen. Ook weer super mooi, altijd met het wit en het roze gouden. Het ziet er echt prachtig uit. Heel luxueus, heel chic en heel vrouwelijk. En dat vind ik wel heel tof aan deze producten. Dan hebben we ook nog eentje voor polish curls. Ik zal deze ook even laten zien. Deze is een iets dunnere tang. Ook weer met een clipje. Dan hebben we cascading waves. Dit is een tang die van dik naar dun loopt zonder een klemmetje. Dus dat is deze. Dus die loopt van dik aan het buiteinde naar dun. En dan hier steken we hem in. Dan hebben we Loose Waves. Dit is een gewone baar zonder clip. Overal even dik. En die ziet er zo uit. Dan hebben we Defined Curls. Dus dit is een iets smallere rechte met dan ook weer die clip. Dit is echt een hele fijne. Met dan weer de clip. Dan hebben we Undone Waves. Dit is een volledig rechte stang.
Ah, dus het is echt enkel voor krullen of golven. Het is niet om te stijlen. Ik dacht dat er ook een stijlgedeelte bij zat, maar dat is dus niet. Nu, ik heb al stijlhaar van mezelf, dus dat is zeker geen probleem. Ik heb altijd wel iets nodig om daar iets of wat krul in te zetten. Dan hebben we deze, dus dat is een hele dunne, rechte, zonder clip. Dan hebben we als laatste Tasseled Waves. Dus dat is eentje die van dik naar dun loopt. Dus deze is het tegenovergestelde van dit model. Deze loopt van dun van binnen naar dik naar buiten. En deze loopt van dik van binnen naar dun van buiten. Dus afhankelijk van hoe je je tang eigenlijk houdt, kan je waarschijnlijk met deze twee hetzelfde effect bekomen. Helaas kan ik ze vandaag niet allemaal testen. Ik ga voor jullie één opzetstuk testen, zodat jullie kunnen zien welk effect het geeft. Welke zou ik kiezen? Ik denk dat ik voor de losse waves ga. Ik ga voor deze. Dit is de Loose Waves. Ik ben eens benieuwd. Dus dan gaan we maar inklikken. Oké. En zo zit die vast. Dus de tang ziet er dan zo uit. Zo, dus nu is hij aan het opwarmen. Dus ik vermoed dat als de lichtjes blijven branden, dat hij nog steeds aan het opwarmen is. Hij wordt echt wel heel warm. Zo, nu branden alle lampjes, dus ik denk dat hij volledig opgewarmd is. Hij voelt echt wel heel warm aan. Ik ga maar een stukje van mijn haar laten doen en ik ga jullie straks laten zien waarom. Zo, dus we draaien al het haar rond. Wacht een aantal tellen. Ik voel altijd even aan het haar. Het is al heel warm geworden. Dan laten we het los. Oeh. Ja, het geeft wel goed resultaat. Want ik moet zeggen, ik heb zo lang en zwaar haar dat vaak de krullen bij mij niet houden. Maar deze heb ik er echt heel kort op gehouden. En toch heeft het al een mooi resultaat. Ook de reden waarom ik geen handschoen aan doe, omdat ik af en toe graag eens voel of mijn haar niet te heet wordt, want het mag natuurlijk niet verbranden. Normaal haar. Dit is wat ik nu heb gedaan. Het zijn dus echt waves. Het is heel, heel losse krullen. Ik vind het wel een heel, heel mooi resultaat. Ik ga echt eerlijk zijn. Ik heb al zoveel tangen getest. En met mijn haar is het echt moeilijk om de krullen erin te houden. En dit resultaat met... Want ik heb het echt maar een paar seconden rond de tang gedaan. En dit resultaat heb ik nog nooit verkregen met slechts een paar seconden. Ik vind het echt super mooi. Dan heb ik nog een ander product gekregen. En dat is deze Remington Keratin Protect Styling Brush. Dus deze ga ik nu testen op het gekrulde deel van mijn haar.
Zo, ik ga hem eventjes aanzetten. Dus dit is een borstel die gaat warm worden. En doordat we het haar tussen de hitte kunnen laten glijden, gaat het eigenlijk stijlen. Dus je moet gewoon 's morgens je haar kammen en je hebt stijl haar. Dus ik ben heel benieuwd wat dat deze gaat geven. Ik ga dus dit doen op dit gekrulde deel. Hij wordt al goed warm. Je kan ook kiezen tussen drie standen. Je hebt 150 graden, 190 graden en 230 graden. Ik heb er al zoveel over zien voorbij komen, dus nu wil ik dat ook graag een keer testen. Nog steeds bezig. Maar dus als je die 's morgens gewoon insteekt, je kan terwijl je tanden poetsen en dan is de borstel opgewarmd tegen dat je tanden gepoetst zijn. Dat is misschien wel een handige tip, want 's morgens heb je niet vaak tijd om te wachten totdat dat ding warm is. Ja, nu komt er toch al wel goed wat hitte vanaf. Dus ik pak een pluk. Ik ben zo benieuwd. Wauw. 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 Echt serieus? Kijk. Hoe stijl kan het zijn? Wauw, dit had ik echt niet verwacht. Er blijft wel wat haar in hangen, maar dat is omdat ik knoopjes heb. Dus hier ga ik het eerst eventjes kammen. Zoveel mooier uit. Dus nu kunnen jullie duidelijk het verschil zien. Hier ben ik over geweest met de borstel en dit is dus mijn standaard haar. Dit ziet er veel gladder uit, gezonder uit. Het blinkt ook veel harder, terwijl dit is zo wat doffer. Ja, ik ben echt wel... Ik had het resultaat niet verwacht. Want het is ook minder schadelijk dan een stijltang. Ziet er echt super mooi uit. Omdat ik al heel stijl haar heb, ga ik een giveaway doen van deze Remington Styling Brush. Dus jullie kunnen deze borstel winnen met nog wat andere productjes. En die ga ik jullie meteen ook laten zien. Deze giveaway van Remington en de andere productjes, hoef je twee dingen te doen. Het eerste ding is dat je moet abonneren op mijn kanaal. Dus dat is hier gewoon op de rode knop onderaan duwen. Dat is volledig gratis en word je telkens op de hoogte gebracht van mijn nieuwe video's. Ten tweede, dat je moet doen voor deze giveaway, is een reactie plaatsen onderaan deze video. Met daarin de uitleg waarom jij deze heel graag zou winnen en via welk kanaal ik je kan contacteren. Ik wens jullie alvast heel veel succes en ik kijk er naar uit om deze weg te geven. Zo, dus dit was mijn video over de stylingproducten van T3 en Remington. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo is, geef dan zeker een like. Alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bye!